De Eindhoven Kempanen hebben de weg terug omhoog gevonden. Dit weekend spelen ze tegen de Tilburg Trappers in de halve finale van de play-offs voor de titel in de eerste divisie. Het kampioenschap is dus in zicht. Vorig jaar degradeerden de Kempanen nog. Een groot deel van de spelers vertrok. Maar er is weer gebouwd. Een aantal hockeyers bleef. Veel eigen talenten stroomden door. En nu staat er een stevig team. Ja, je hebt hier jonge jongens die opkomen vanuit de jeugd. Je hebt een paar oudere spelers. We hebben een importspeler erbij. En samen combineert dat nou gewoon goed. Ik denk dat daar het wel echt vandaan komt. Voor elkaar willen vechten. Een close team. Heel veel jongens uit Eindhoven zelf. Dus het is een vertrouwde groep onder elkaar. Dus ik denk dat het daar wel echt onze kracht vandaan komt. Dat het een vertrouwde groep is en die er echt voor wil gaan met z'n allen. Ook coach Peter van Kaam is heel erg tevreden over het team dat zich het afgelopen seizoen heeft gevormd. We kennen elkaar vanuit kleins af aan en we gunnen het elkaar ook allemaal. En dat is denk ik wel het chemie van het team, dat je niet een paar eenlingen hebt zitten die alles willen, maar dat je elkaar ook iets gunt. En dat je je positie binnen het team ook gewoon weet en het wordt geaccepteerd door iedereen. En dat maakt het nu wel echt een heel hecht team. Het kampioenschap in de eerste divisie zou een opstapje kunnen betekenen naar een terugkeer op het hoogste niveau in de Beneleague. Maar het is nog maar de vraag of dat ook direct gaat lukken. Zelfs als het kampioenschap wordt binnengesleept. Helaas is er nog best wel veel geld mee gemoeid. Dus hè, om dat geld bij elkaar te krijgen zou je toch een sponsoren moeten gaan opstappen. Ja, en het is zo'n prestatie van een eerste divisieteam richting het kampioenschap. Is natuurlijk een leuk opstapje om sponsors wakker te maken. Van hey, kijk, dit zijn wij, dit hebben we gepresteerd en we hebben de ambitie om. Ja, dus die is er zeker en ja, het is maar de vraag of dat gaat lukken. Al is het voor de spelers natuurlijk wel een wens. En puur sportief gezien ook wel haalbaar. Dus ik denk dat ze 75% wel bij elkaar hebben. Er zijn nog een paar extra jongens bij trekken, maar ik denk dat we dan volledig mee zouden kunnen doen. En ook wel serieus bovenin mee kunnen gaan draaien als het team helemaal compleet is. Natuurlijk, iedereen wil hogerop, iedereen wil op het hoogste niveau spelen. De jongens zijn gretig, dus aan de jongens zal het niet liggen. Of er nu al meteen een promotie naar de Beneleague in zit, of dat dit team nog een jaartje blijft rijpen in de eerste divisie, er wordt al vooruit gedacht. Want hoe hou je zo'n goed team bij elkaar? Nou, met het technische bestuur, technische commissie zijn daar eigenlijk in principe druk mee bezig. Om nu al gesprekken te gaan voeren met een aantal jongens. Om ze eigenlijk vast te houden voor aankomend seizoen. Om je basis bij elkaar te gaan houden. En misschien juist omdat we leuk hockey spelen. Dat het ook aantrekkelijk wordt voor jongens van buitenaf. Van hé, Eindhoven is eigenlijk best wel leuk bezig. Ik wil wel aansluiten bij Eindhoven Kempanen. Om mee te groeien in hetgeen wat zij graag willen. Eerst staat dit weekend de halve finale tegen de Tilburg Trappers op het programma. Die wordt over 2 wedstrijden gespeeld op vrijdag en zaterdagavond.